Welkom op onze eerste YouTube-video van restaurant Rebel. Ik ben Martijn de Fouw, chef en eigenaar. En ja, door de coronacrisis die een beetje nasleept, hebben wij beslist om een takeaway concept te doen. We gaan elke week gaan we een driegangen menu maken. Zijn de voorgerecht, hoofdrecht, nagerecht. Er komt telkens één amuse bij en één stukje brood bij die we in Rebel zelf bakken. En ik aan de hand van de video's zal duidelijk uitleggen aan jullie hoe te werk gaan. Dus waarom dat we sommige smaken samen doen, hoe dat de bereidingswijze is, wat er eigenlijk ja, het verhaal achter een gerecht is, de ingrediënten waar we van komen en ook de manier van opmaak. Zo heel duidelijk in beeld brengen. Dat je eigenlijk thuis in je takeaway alles bij de hand hebt en ook zo de borden kan maken of met de wijn twist zo alles kan samen assembleren. Nu, de uitleg van de video komt straks, iets later in de video. Muziek is redelijk belangrijk in ons restaurant. De meeste mensen die hier komen weten dat ook wel. We hebben ook onze afspeellijsten openbaar gezet. Dat je lijkt thuis heel simpel, als je mijn naam intikt in Spotify, Martijn de Fouw is dat, zou je al de lijsten van Rebel onder elkaar netjes zien staan. Dan kan je eigenlijk een lijstje aanvinken. En zo ook de muziek dat iedereen in het restaurant bij je thuis hebben. Zo, ik sta voor dat we vast een keer van start gaan met ons eerste menu. Het was al 6 een uitdaging om te maken. Dus ja. Here we go. Oké, we gaan van start met het menu. Dus we starten eigenlijk met ons tafelbroodje. Dat is een brood dat we in Rebel bakken. Puur campagnebrood. Broodjes zijn al afgebakken. En gemaakt in Rebel. Eigenlijk moeten we gewoon kort heropwarmen. Dat is 20 minuutjes in een voorverwarmde oven van 180 graden. En dan heb je een tafelbroodje. Kan je mooi in stukjes snijden. En kan iedereen in het gezelschap eigenlijk van eten. Dan als amuse hebben we crème van gerookte kabeljauw. Dat is eigenlijk stukjes kabeljauw dat we eigenlijk zouten en dan heel hard rogen. En we mixen dat op tot een mooie emulsie. Je kan dat mooi zien. Dat is een mooie gladde crème. En daarbij serveren we de crackers. Knekkenbrood eigenlijk. Van venkelpollen gemaakt. Dus bloemetjes van de venkel. Heel aromatisch. En daar zullen we dat zo serveren. En op graantjes, je kan dat even gewoon in een potje steken of op een schaaltje leggen. En de bedoeling is dus dat je met je, ja, je cracker eigenlijk dipt in de gerookte kabeljauwcrème. Zeker genoeg en is lekker bij heel veel dingen. Dus dat is eigenlijk als aperitief bedoeld. Dan ga je even vooruit springen voor bij het hoofdrecht. Het hoofdrecht is natuurlijk warm. En daarvoor eigenlijk, als het heel basic wil houden, 2 liter kokend water nodig. Dus deze ga ik alvast opzetten. Dus dat is hier 2 liter water. En dat gaan we gewoon op hoog vuur brengen. En ondertussen ga ik mijn voorgerecht maken. Het voorgerecht. Dat komt zo bij jullie aan. Misschien neerleggen. Zo. Dus voorrecht is rundstartaar, zoals je kan zien. We hebben dat met de hand gesneden. Het is Black Angus rundvlees. En mijn idee is eigenlijk voor alles waar we mee op smaak zetten in Rebel, dat alles eigenlijk in de kom zit. Dus we hebben klassieke smaak, zoals shallot fijn gesneden, augurk, kappertjes, klein beetje bieslook, parmesan, mosterd, ketchup en een klein beetje chili zit er daar ook bij. En verder hebben we voor het gerecht af te maken, rode bietjes, jonge rode bieten. Laat ik je tonen, rot aan elkaar uit. Dat is een jonge rode biet. Dus dat is ja, multi-inzetbaar als het ware. Dus de biet zelf, dus het vruchtvlees, hebben we eigenlijk gekookt en dan gepekeld, gemarineerd. Dan heb je deze stengels die eraan zijn. Dat zijn heel jonge plantjes. Die stengels zijn heel lekker in salades ook. Die hebben we ook heel kort gepekeld. Dat kan je ook zien, zitten terug in het doosje. En dan de bladen hebben we een beetje bijgesneden. En komen straks als salade op het bord. Hetzelfde hebben we gedaan met de radijsjes. Het zijn witpuntradijzen. Ook hetzelfde, we hebben die geschaafd. En de blaadjes hebben we apart meegegeven. Kan dienen als salade. Nu heel simpel, wat heb je nodig? Best al die bietjes hieruit. Deze zijn al op smaak gebracht. We hebben dat vacuüm getrokken met een marinade dat we gebruiken. Hier een Rebel. En dat zijn de stengels. De stengels zijn ook vacuüm getrokken met die marinade.
Maar als voor de tartaar, voor mij is het nu voor één persoon. Voor jullie, ja, als u voor twee zit, ziet dat er iets ruimer uit. Eigenlijk alles zit afgewogen hierin. Dus peper, zout, alle smaakmakers. Dus wat moet je eigenlijk doen? En moet je alles mengen, dat je een mooie tartaar hebt. En iedereen die dat mooi mengt, gaat zien dat dat eigenlijk op smaak staat. Zoals dat een rebel is. Mensen die naar Rebel komen, al komen eten hebben. En dat gerecht misschien ook kent, is een gerecht dat bij ons in het menu geserveerd geweest is. Dat is tartaar met rode biet en ponzu. Zo. Nu, als je die tartaar mooi gemengd hebt, doe dat ook voorzichtig. Slaat dat niet kapot. De bedoeling is dat je eigenlijk luchtig mengt. Dat al de smaken die erbij zitten mooi vermengd worden. En that's it. Dus we hebben onze tartaar. Onze jonge blaadjes. Dus we hebben dat radijsblad. Een zelfverzuring. Komt uit onze tuin. Dan hebben we rode bietenblaadjes. Zoals ik daarnet getoond heb. Dan hebben we een klein beetje waterkers. Die er ook bij komt. Verder hebben we geschaafde radijs. De inlegde stengel eigenlijk van de biet. En dan bietjes zelf. Alles op smaak. En dan hebben we... Onze huis maakt de ponzu saus. Nu voor die ponzu saus, dat is eigenlijk een soja citrus saus. Die maken we Rebel zelf. Dat is eigenlijk een soort dashi. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Dat is een dashi dat we maken. En wij laten dat leggen op zo'n tonnetje. Zo'n vaatje doen we dat. En we laten het daar eigenlijk nog een beetje verder op rijden. Voor eigenlijk iets meer uitgesproken smaak hebben. Dus ja, soja, citrus en soja saus. Soja saus, citrus, ja. En dashi als het ware. Uitgesproken van smaak. Dus ja, ik zou zeggen, je hebt er al meer of genoeg. Hetgeen dat je over hebt, stik dat in je frigo. Kan je gerust gebruiken als een vinaigrette. Kan je mengen met een beetje olijfolie. Kan je als ik je sushi ga gaan halen, kan je daar gerust je sushi in duwen. En is alles een heel lekkere smaakmaker. Dus voor de presentatie, ja, wij hebben onze barn dat we gebruiken in Rebel. Dat is meestal keramiek dat we gebruiken. Dat iets ruwer is. En dan als presentatie neem ik eigenlijk die tartaar. Ik vorm daar een knel van. Je kan dat even goed in een ringetje doen. Of in een vorm doen. Of gewoon plat duwen als het ware. Ik doe dat een klein beetje plat. Zodat je een beetje een basis hebt om op te dresseren. En dan voegen we eigenlijk alles toe. Dus we beginnen met die ingelegde stengeltjes van de rode biet. Dan voegen we die kruiden toe, zoals het rode bietenblad. Hier een beetje radijsblaadjes. Waterkers, een beetje pittigheid ook. Zelfverzuring die uit onze eigen tuin komt. Dat is toch goed in bloei op het moment. Voilà. Dan hebben we een beetje rode biet, die leggen we er ook bij. Rode bietjes zijn dus ja, zacht gehaard en dan eigenlijk gemarineerd. Dus hoef je niks meer bij te doen van zout. En als laatste hebben we die geschaafde radijsjes. Die leggen we er ook op. Dat alles eigenlijk ja, een luchtige salade is als het ware. Zo. Dan heb ik je ponzu vinaigrette. Die neem je en ik zou aanraden een eetlepel. Misschien een klein beetje meer, niet te veel. Dat is redelijk heftig van smaak. En that's it. Dus onze tartaar van Black Angus. Met rode biet, radijs, jonge kruiden en een ponzu vinaigrette. Zo, alsjeblieft. Hoofdgerecht. Ons water kookt ondertussen. Het is belangrijk dat je voor twee personen, ik ben voor één persoon aan het maken, dat je echt 2 liter water aan de kook brengt. Omdat je hebt genoeg water nodig om te koken, om alles eigenlijk mooi warm te houden. Dus dat is hier alles voor het hoofdgerecht. En eigenlijk, de dingen die in een vacuümzakje zijn, die moet je verwarmen. Dus wat hebben we? We hebben een crème van wortel. Leg je daarin. Dan heb je je buikspek. Dat is vaak getrokken met een lakage van een zwarte peper. Die leg je daar ook in. En dan heb je je worteltjes zelf. Die wortels zijn met een ingekookte siroop van gerookte wortel en mandarijn gevacumeerd. En die leg je daar ook in. Zo,
Je zorgt dat alles heel goed onder staat. En dan zet je vuur af. Je leg je vuur af. Dan neem je een timertje. Dan zet je timer. En dat timt 5 minuten. En laat dat 5 minuten daarin leggen. Dus niet in kokend water. Laat water koken. En dan laat je het 5 minuutjes liggen. Dus dat het mooi kan opwarmen als het ware. Ondertussen neem je bord. Een tip is dat je bord een beetje voorverwarmt in een oven of eender wat. En ondertussen zal ik even kort een uitleg geven over wat dat ons hoofdrecht allemaal inhoudt eigenlijk. Zo. Dus buikspek, zoals ik al zei, hebben we eerst gepekeld en daarna hebben we dat gebraseerd in een oven. Dus we zorgen ervoor dat je gerechten hebt, dat je simpel kan opwarmen, dat er geen sprake van cuisson of eender wat is, dat het eigenlijk heel simpel is voor je thuis. Dus het spek is gebraseerd, daarna hebben we dat mooie plakken gesneden en hebben we dat gevacumeerd met eigenlijk een lakage. De lakage is van zwarte peper gemaakt. Klein beetje honing zit er daar ook bij. En zo warmen we dat eigenlijk terug op in die lakage in het kokend water. Je kan even goed thuis, als je op een schaaltje legt, een simpel ovenschaaltje bijvoorbeeld, leg je spek daarop, klein beetje inolie in je schaaltje en rooster af in een oven op 180 graden voor een 6-7 minuutjes. Eigenlijk moet je gewoon opwarmen als het ware, of op je barbecue of op de grill, kan je ook doen. Maar ik gebruik deze basic setting om eigenlijk het heel simpel te houden. Dan de wortelcrème maken we eigenlijk wortels dat we fijn snijden en we stoven die kort aan. En dan bevochten we die met wortelsap en we laten dat helemaal uitkoken. En dan draaien we dat helemaal glad met een klein beetje olijfolie erbij en zo eigenlijk een hele intense wortelsmaak. Nu voor de coronacrisis hadden we heel veel mandarijntjes staan op ons menu. En als ook wortelen. En de wortelen dat wij natuurlijk over hadden. En eigenlijk allemaal gejuiced. Dat we sap hadden van wortel en van mandarijn. We hebben dat opgezet en laten inkoken tot een siroop. We hebben dat laten roken. We hebben dat eigenlijk gerookt. Dat je een soort wortel mandarijn siroop hebt. Die gerookt is. Dus een soort barbecue saus. Daarmee hebben we die wortelen. Dus busselwortels hebben we daar eigenlijk mee vacuüm gehaard. Dus het is eigenlijk gehaard in een gerookte wortel mandarijnsiroop. En nu van buikspek, heb je altijd zo een velkant daaraan. Velkant hebben we afgesneden en verder gedroogd. En dan hebben we dat gepoft in de frituse. En dan eigenlijk een heel luchtige crumble die van vel van het varken gemaakt is. Wat we op smaak zetten met een klein beetje tandoori kruiden. Dat is een Indische curry mengeling. Ik heel graag heb. En de jus die erbij komt. De jus is van gefermenteerd champignonsap. Dat we opmixen met zwarte look. En die doen we schiften. Dat is eigenlijk een soort lauwwarme vleesvinaigrette. Die doen we eigenlijk schiften met prei-olie. Dat is eigenlijk prei-truunafval dat we hebben. We draaien allemaal op met een neutrale olie. En we zeven dat. Dan heb je een mooie groene olie. Kan je misschien nu niet zo heel goed zien. Straks ga je dat zien op bord. En dat zet me ook mee op smaak. Dat is eigenlijk een hele ui-smaak. Een heel uitgesproken umami-vleesige smaak. Hier in de vinaigrette. En dan verder hebben we kruiden. De kruiden komen uit onze eigen tuin. Dat is roomse kervel dat we gebruiken. Dat gaat heel goed bij de wortel. Een klein beetje bloem van de roomse kervel die er ook bij komt. Die kruiden kan een klein beetje variëren. We gebruiken hetgeen dat in onze tuin zit. En ook een beetje het aanbod dat onze boeren geven voor het moment. Dus dat kan een klein beetje aanpassen zijn voor, van bestelling tot bestelling. Maar normaal gezien krijg je roomse kervel en die bloem erbij. Goed, dus nog een klein minuutje. Tot dat alles klaar is. 5 minuten is wel redelijk belangrijk dat je minimum 5 minuten doet. Doe je dat een paar minuten langer. Geen stress. Dat komt allemaal wel goed. De bedoeling is eigenlijk dat je alles mooi warm maakt. Dus nu zie je het heerlijke geluid van de timer. Dat ik zo graag heb. Gaat af. En dan haal je eigenlijk alles uit. Ik heb hier zo'n plateautje gemaakt voor dat een beetje af te dekken. Dat je dat mooi kunt zien. Dus zo, nu haal je eigenlijk alles uit. Dus je wortel, die in die siroop, die hier ook de barbecue saus van wortel en mandarijn gemaakt is. Dan is je buikspek.
een beetje vissen. En als laatste uw crème van wortel. En zo. Nu, het is handig dat je borden een beetje voorverwarmt. Als je een beetje wil dresseren, zoals we dat in het restaurant doen. Zelf hebben wij een bordenkast of een bordenwarmer, waardoor dat alles mooi warm blijft. Dus zo, je neemt dat spek eigenlijk met die lakage. En die gaan we helemaal aftoppen met de crumble van het poft varkensvet en tandoori. Een soort dat je eigenlijk toch een mooi contrast hebt, want het vlees op zich is gebraseerd. Wat dat wil zeggen, heel traag en heel zacht gehaard. Zo. En deze gaan we mooi op bord leggen. Zo. Zo. Dan verder hebben we de worteltjes. Die gehaard zijn. Dat is al voorgehaard. Hé. Jullie warmen dat eigenlijk gewoon heel kort op. Die siroop. Wortels zijn ook afgekruid. We hebben al zout gebruikt om dat op smaak mee te zetten. En die wortels ook gewoon er zo bij schikken. Dan hebben we de crème. Dus de crème van wortel doorroer je eigenlijk heel kort, als die mooi warm is. En dan eigenlijk heel mooi. Gewoon mooi naast. Er is genoeg crème, dus als je een beetje repassen wilt, kan dat gerust. En dan hebben we onze kruiden, die er om skervel. Zetten we gewoon her en der wat rond. En die bloemen verdelen eigenlijk ook gewoon per persoon op je bord. Zo. Als laatste een vinaigrette. Vinaigrette is van zwarte look. En prei, en die druppelt eigenlijk mooi er rond. Dan kun je zelf een bord met een kleine cirkel in de midden, dus blijft mijn saus altijd mooi liggen. Maar ik kan dat eigenlijk thuis perfect in een kom doen of in een bowl. Nou, eerst een klein beetje net maar. Zo. En that's it. Dus ons buikspek, die trage haard is gebraseerd met gepofte varkensvel erbovenop. Worteltjes die in gerookte jus van wortel en mandarijn gehaard zijn. Crème van wortel en een zwarte look prei vinaigrette met roomse karvel. Alsjeblieft, dat is ons tweede gerecht. Iedereen die me kent of die mijn stijl van desserts maken kent, weet dat ik graag in laagjes werk en dat ik graag desserts heb die makkelijk te eten zijn, die vlot haalbaar zijn, niet de meest spectaculaire krokantjes of hippe technieken of eender wat. Iets dat gewoon lekker is en ergens ook basic is. Dus een takeaway was dat wel een leuke uitdaging om te doen als het ware. Alhoewel ik wel vind dat je heel veel belemmeringen hebt ook, want sorbet granité is heel moeilijk om de juiste consistentie dat je in een restaurant serveert bij de mensen thuis te kunnen meegeven ook. Dus heb ik eigenlijk gekozen voor een trifle te maken. En een trifle is eigenlijk een klassiek Engels dessert. En dat is altijd in laagjes ook. Dus onderaan eigenlijk een laagje. In ons geval is dat een bloedsinaas en rozenbottelgelee die onderaan ligt. Dan hebben we een panna cotta van vanille. En een crèmeux van bloedsinaas en roos. En als laatste hebben we daar een crumble van citrus bij gedaan. En ik moet heel simpel een potje open doen. Zo. En dan de dekseltje verwijderen. En eigenlijk de crumble die van citrus is. Gooi je daarop. Doe dat er niet zelf op, omdat dat anders nogal wak komt. Zo, en zo eigenlijk een heel mooie luchtige crumble en al de laagjes. En ik zou je aanraden om gewoon, zoals dat we in het restaurant ook doen, ga je van boven naar beneden. Dus neem al de smaken mooi te samen en zo je een heel luchtig, licht dessert nog. Zo, alsjeblieft.